Klaas, vorig jaar stond je voor de camera tegen Rode JC toen je afscheid nam. Nu ben je terug in een hele andere rol, een hele andere functie. Hoe is het om terug te zijn? Onwerkelijk. Maar uiteindelijk blijkt het toch de waarheid te zijn. En daar ben ik heel blij mee, gelukkig mee en trots op. Voelt het als thuiskomen? Ja, dat klinkt heel clichématig. Maar je komt in een omgeving waar je 14 jaar met heel veel plezier gewerkt hebt. En werk is denk ik niet het goede woord. Deze club betekent meer voor mij dan andere clubs voor mij betekenen. En ooit zullen gaan betekenen. Dus in dat opzicht is het een soort van thuiskomen. Een nieuwe functie. Wat heeft jou doen besluiten dit te gaan uitvoeren? Goeie vraag. Met name de hernieuwde ambitie die de club uitstraalt en uitspreekt. Die ik in het verleden niet altijd bij de club heb geproefd. Wel bij de technische staf, wel bij de mensen die heel dicht rondom het voetbal zaten. En deze hernieuwde ambitie, die wij stukje voor stukje en beetje voor beetje willen gaan uitvoeren. Om hier een optimaal professioneel voetbalklimaat neer te gaan zetten. Uit te gaan bouwen wat er al staat. Wat heel goed gedaan is in het verleden. Door diverse mensen die daar met hart en ziel en zaligheid voor gewerkt hebben. Die hernieuwde ambitie in die andere rol, waardoor ik me nog op een breder perspectief in het voetbalgebeuren kan ontwikkelen, hebben me doen besluiten om ja te zeggen tegen deze functie. Bob Peters, zijn contract is niet verlengd. Nu moet je weer op zoek naar een nieuwe trainer. Wat voor type trainer zou je graag willen aantrekken? De trainer die we willen aantrekken, waar we met z'n allen naar op zoek zijn, is een trainer die jong is, die ambitieus is. Die zeer gedreven is om in het plaatje zoals ik net gekenschetst heb, daar in volle overtuiging in mee te gaan. En dat is de zoektocht die we nu aan het volbrengen zijn. En wat moet hij dan samen met de selectie gaan uitstralen als toppos zijnde? Een enorm hoog ambitieniveau. De enorme drijf en drang om het maximale uit de selectie, uit de groep, uit zichzelf en uit elkaar te gaan halen. En je zegt het heel mooi, niet alleen de trainer, maar zijn staf. En de gehele spelersgroep en iedereen die daarbij betrokken is, moeten ervoor zorgen dat Top Os aan het plafond van haar vermogen zit en maximaal kan presteren. Hoe staat het team op dit moment ervoor? Is er al een basis gelegd voor aankomend seizoen? Er is zeker al een basis gelegd voor aankomend seizoen. Er lopen 10-11 contracten lopen door en op dit moment zijn wij volop bezig met inventariseren van de behoeften die we hebben, op welke posities. En daar zijn we gesprekken over aan het aanknopen met spelers, met zaakwaarnemers en anderen vanuit ons netwerk. Om uiteindelijk ervoor te zorgen dat we een goede, frisse, sportieve selectie op de been weten te brengen. Wat moet er dan gehaald worden volgens jou? Je zegt net frisse spelers, maar wil je volgens jou ook aanvallend voetbal gaan spelen? Is dat de insteek? Dat is altijd de insteek. De insteek is om elke wedstrijd een doelpunt meer te maken dan de tegenstander. En om een doelpunt meer te maken dan de tegenstander zul je moeten aanvallen. Dat lijkt me duidelijk. En daar staan wij voor, daar staat Top Os voor. Dat moet gekoppeld gaan aan prestaties. Nou, prestaties is een ruim begrip. Iedereen mag invullen wat dat moet zijn. En dat moet spelintenties zijn. Waarin we proberen op basis van de kwaliteiten die wij in onze ploeg hebben, zoveel mogelijk vooruit te spelen en vooruit de kansen, de aanval te zoeken. Maar ook om te proberen om zo snel mogelijk en zo vroeg mogelijk druk te zetten op de opbouw van de tegenstander. Nou, alles heeft te maken met de kwaliteit die wij op het veld kunnen brengen in relatie tot de tegenstander die op het veld kan brengen. Als ik jouw verhaal zo hoor, is de ambitie en de doelstelling voor volgend seizoen wel duidelijk? Ik hoop het. Dankjewel. Alsjeblieft.